Nou, zit ik weer even een rondje fake news te kijken. En zo kom ik de dagelijkse onderwerpen vanzelf wel weer tegen. Waar ik gisteren, na de What the Fuck Show, toch al de indruk kreeg aan alle verslaggeving. Dat eigenlijk het hele boeren-snelwegblokkade verzet. Misschien nog helemaal wel eens opgezet ook. Door natuurlijk de Romeo's en door het Rijk zelf. Want zo zijn de Nederlanden, of zo is de Nederlandse overheid. Maar goed, het kan alle kanten op gaan. Wat sowieso een heel gepusht en kut verhaal is dat nu, hoe heet ze nou, Build Back Better Caroline, maar ook Gideon van Meijeren worden bedreigd. En nu willen ze, en als Caroline helemaal zegt, ik ga niet meer publiekelijk optreden, oftewel, ik ga stoppen met volksvertegenwoordiger zijn, want ik voel me zo bedreigd. En politici voelen ze nou vrij snel bedreigd natuurlijk, maar ik wil Caroline een beetje een hart onder de riem steken, hè. Je kan er op een hele snelle manier vanaf komen. Dat is gewoon kleur bekennen en de waarheid vertellen. Waarmee dus iedereen zal afhaken bij je en verder niet meer hoeft te bedreigen. Of je kan deze leugens blijven verspreiden, corrupt blijven en ongetwijfeld nog meer bedreigd worden. En hetzelfde geldt voor Gideon. Je zult je op een andere manier moeten gaan uitspreken, denk ik. Want mensen doorzien nu de scam. Want ik kan me een beetje moeilijk voorstellen waarom typen zoals Gideon verder worden bedreigd. Want om de mening zal het ongetwijfeld niet gaan. Tenzij het dus een extreem linkse dreiging is. En dus dat het uit die hoek komt. Maar jullie suggereren met z'n allen alsof het weer die gekke boeren en de aanverwante wappies zijn die hier de boel lopen te bedreigen. Maar alsnog even een hart onder de riem dan. Ik ben het afgelopen 2-3 jaar regelmatig bedreigd door Jan en Alleman. Maar ook vooral vanuit overheidswegen. En wat dan ook. En kan je dit vertellen? Dat wij, dat is ook een van de boodschappen die wij, ik als wappie altijd de wereld te slikken, waar ik zelf achter ben gekomen dan in deze gekke wereld die jullie voor ons aan het verneuken zijn. Wij zijn een bewustzijn. En er is niemand op deze planeet die jou iets kan aandoen. Tenzij je natuurlijk wat openstaande karma hebt. Maar goed, dat weet je dan vanzelf wel. Voor de rest zou ik me helemaal geen zorgen hoeven maken, jongens. Maak je me geen zorgen. Er is helemaal geen enkele dreiging. Het is allemaal fake news, mensen.